Ik denk dat het parlement zelf ook moet constateren, en ze zijn de enigen niet, dat ze zich te veel laten leiden door de wanen van de dag. En dat betekent dat de haverklap op basis van incidenten wordt gereageerd en weer nieuwe wetgeving wordt bedacht of opnieuw beleid wordt gevraagd. Ten gevolge waarvan er veel meer beleid over ons wordt uitgestort dan anders het geval zou zijn geweest. Dus wat dat betreft zou het plan mooi zijn als ze wat minder zich zouden laten regeren door de waan van de dag. Dat beseffen ze zelf ook wel. Maar er zit toch een bepaald mechanisme in waarbij ze voortdurend toch weer in dezelfde val trappen. Dus er zijn beleidsambtenaren, dus die komen 's ochtends op een kantoor en doen het licht aan. Gaan achter het bureau zitten en gaan beleid zitten maken. Dat is hun werk. Dus als je er maar genoeg van hebt, dan maken ze ook een hele hoop beleid. Hetzelfde geldt voor een kabinet, waar we hebben heel veel ministers, heel veel staatssecretarissen. Ja, dat is ook hun werk, beleid maken. En de politici ook. Dus er zit daar een heel clubje bij elkaar op die vierkante kilometer, die als belangrijkste taak heeft beleid maken. En ja, dan komt van het een of vanzelf het ander. Zeker als er ook een mechanisme in zit. Dat erg heigerig maakt en heel snel leidt tot een roep om meer beleid en om harder ingrijpen en dergelijke. Ik denk, natuurlijk moet je je eerste vraag stellen op welke terreinen willen we dereguleren. Ik bedoel, het is niet dat het voor alle terreinen even belangrijk is en even noodzakelijk is om te dereguleren. Maar goed, als je zegt dat je dat wilt, dan moet je twee dingen doen, denk ik. Je moet zorgen dat er minder mensen bezig zijn om dat te doen. Dus ik zou zeggen, het aantal beleidsambtenaren kan drastisch terug. Tientallen procenten, misschien wel 90%. Ik heb dat nooit uitgerekend, maar ik weet niet of het zoveel slechter met Nederland gaat als 90% van de beleidsambtenaren zou verdwijnen. Die mensen kunnen andere nuttigere dingen doen. De politici zelf, misschien hebben we er wel te veel. Is er besloten om van 100 naar 150 Kamerleden te gaan. Misschien was 100 wel beter. Het kabinet is veel te groot, met veel te veel ministeries. Dus misschien moet je naar een kernkabinet. Misschien is 6 ministers wel genoeg, of 8 misschien, hooguit. Zonder al die staatssecretarissen. Dus dat is één ding. Zorg dat er minder mensen zijn die het als een taak zien om beleid te maken. En het tweede dat je kunt doen is dat je kunt proberen procedures in de structuren dingen in te bouwen die eigenlijk het minder heigerig maken. Nou, de Kamer probeert dat wel, maar blijkt er zelf toch heel veel moeite mee te hebben. Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen dat op zichzelf genomen debatteren naar aanleiding van een incident nuttig is. Er moet worden stoom afgeblazen, het moet worden geëvalueerd, het moet over worden gesproken. Dus ik denk dat dat goed is. Wat wel zou kunnen gebeuren is dat de Kamer zegt, maar we doen dat wel, maar we spreken af dat we er over een jaar op terugkomen om dan te kijken of alle ideeën die we toen hebben gelanceerd en alle beleidsvoorstellen waar we toen op hebben gevraagd eigenlijk nog wel aan de orde zijn, nog wel relevant zijn. Een soort afkoelingsperiode inbakken. Dat is iets wat je kunt doen. Je kunt dan een procedurevoorstel maken en dat je zegt, nou zolang wij nog zoveel te veel wetgeving hebben, moeten we afspreken dat iedereen die een nieuwe wet suggereert, tegelijkertijd ook twee wetten moet suggereren die kunnen worden afgeschaft. Want een van de problemen die je ziet in het wetgevingsproces is dat er heel veel wetten worden gemaakt, voortdurend wetten worden gemaakt en aangepast en uitgebreid, maar zelden wetten worden afgeschaft. Dus dat blijft maar bestaan. Dus dat wetboek dat wordt maar dikker en dikker en dikker zonder dat er nou werkelijk iets uitgaat. En dat is een van de redenen waarom we in zekere zin zou je kunnen zeggen heel veel van de complexiteit waar we in Nederland over klagen, ik denk trouwens dat het zich niet tot Nederland beperkt, over onszelf afroepen door het zelf voortdurend complexer te maken. Dus wat wij doen is zodra wij denken dat iets ingewikkeld is, proberen we dat op te lossen door het nog ingewikkelder te maken. Door bovenop wat al ingewikkeld is, nog meer regels en nog meer wetgeving te stapelen, waardoor we weer het gevoel krijgen dat het nog weer ingewikkelder geworden is enzovoorts. Dus die samenleving blijkt bijzonder maakbaar te zijn, ook in termen van complexiteit. We doen het zelf.